Hey, allemaal vandaag Your Everness Gamingcast en welkom bij een eerste episode van Minecast. En om eventjes te beginnen ben ik vandaag met Daaf en we gaan lekker een video recorden, zou ik zeggen. Hey, hallo jongens. Daar ben Yo. Ik weer, hè? Ja, is mooi. Ja, goede oude tijd. Ja, zeker. Nou, we zijn nu dus op de Minecast server. We zijn al een klein beetje begonnen. We hebben ook een aantal nieuwe gasten, waaronder één iemand op dit moment in de server zit. Maar... Nou ja, hoeveel hebben we er? We hebben dus David en wie? We hebben Ewout, wie hebben we nog meer eigenlijk allemaal? Ivo, wie zijn het eigenlijk allemaal? Ik kan eigenlijk even niet 1, 2, 3 bedenken wie het allemaal zijn. Maar in ieder geval, we zijn al met geloof ik een stuk of 9 à 10 man, waarvan niet iedereen nog heel erg actief is geweest, maar hopelijk in de toekomst wel. Ja, ja. Maar ja, dat zien we dan wel. En anders dan vragen we nog een paar van jullie natuurlijk om mee te doen. Maar alles is beter dan die 4 van voorheen, hè? Ja, klopt. Want dat was gewoon, ja, dat was een beetje saai, ja. Soort van, laat maar zeggen. Nou ja, niet saai, dat wil ik ook niet zeggen. Maar het is natuurlijk leuker met meerdere mensen. Nee, inderdaad, saai was het niet. Maar het is gewoon meer te doen met meer mensen. Ja, eventjes ter informatie, ik was dus al lekker bezig. Ik had net al een Diamond Pickaxe met Efficiency 4 geënchant. En ik dacht, ik ga deze Obsidian hier zo farmen. Wat gebeurt is, ik ben lekker aan het farmen en ik had expres die waterbucket hier gedumpt om voor de veiligheid. En wat gebeurt er? Woem, het water komt hier niet en ik val vol de lava in en ik ga dood. Met al mijn diamond gear en weet ik veel wat ik allemaal bij me had. Maar ja, in ieder geval dat is eventjes een beetje balen. Maakt niet uit. Maar ja. Als je diamonds nodig hebt, dan kan je kan een lening aanvragen. Ja, ja. Het zijn er maar ongeveer 3 per week wat je betaalt. Zeker met rent. Ja, 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 tuurlijk. Ja, dat is mooi. Oh, geweldig. Wacht, als ik in een nether portal ga vanaf spawn, kom ik in nether logisch als ik terug... Kijken, kom ik hoor. In nether logisch als ik terug... Ja, komt hij zeker in mijn tijdelijke spawnhuis. Ja, ik had een huisje ergens gemaakt, geloof ik, in het bos. Oh. En waarschijnlijk komt hij daarop uit. mijn... Oh, ja. Ja, klopt. Ja, ik moest hem eigenlijk nog linken. Maar... Nou, maar jongens, we beginnen met mijn huis, weet je. Je begint meestal met het beste. Ja, ja, hier is Daaf en Nick, geloof ik, zijn in Savannah aan het bouwen. En ik moet zeggen dat het eigenlijk best wel een vette plek is, want dit is een soort van... Ja, opgehoogd gebied, dus eigenlijk gewoon een heuvel. Ja, dat is heel vet. En ja, het is eigenlijk best wel awesome hier. Alleen, oh man, dit huis. Echt, dit huis. Wat ik dus zei, vanmiddag ben ik een beetje begonnen. Ja. En, dat is echt, jongen, het is zo onmogelijk. Echt. Het is echt zoveel resources, zo belachelijk groot. Kijk, ik had een beetje uitgelegd met kobbel, weet je. Mm-hmm. Dit deel blijft ongeveer, deze soort punt blijft. Daar komt bovenop een soort balkonnetje. Alleen weet je, dit hele ronde gebeuren gaat waarschijnlijk weg. Dus we hebben al die klei voor niks gemaakt en weet ik het allemaal. Nou, in ieder geval, wat wel chill is, we hebben nu natuurlijk de nieuwe Bio Mesa. En ja, die eigenlijk, ik heb mijn huis nu, daar gaan we zo meteen ook nog naartoe, in Extreme Hills. Maar... Ik zit er dus aan te denken om misschien wel in de Mesa biome te gaan starten. Want eigenlijk is dat een van mijn favoriete biomes geworden. Want ja, je ziet natuurlijk overal klei en het is eigenlijk best vet. Ja, ik kan er niks over zeggen. Ik ken hem eigenlijk niet. Nee, ik heb hem toevallig net in Survival opgezocht. Misschien daar ik het achteraf nog wel eventjes zien. Maar dat was best wel vet eigenlijk, moet ik zeggen. Nou, dat moet je gewoon doen, hè, denk ik. Ja. Maar ja, jullie hebben dus hier eigenlijk jullie basisplaats, zou ik zeggen. Ja, maar we zijn nog niet zo lang bezig, hè. Nee, gewoon, klopt. Wat is het? 1 dagje misschien, hooguit 2. Ja, klopt. Dus, laten we... Vandaag mijn huis... Dat is kut, joh. Nou, volgens mij is het al vaker gebeurd bij hem, trouwens. Ja, tweede keer, hè. Maar, weet je, de spullen gaat op zich wel lekker. Check even die eerste pick die erin zit. Och. Ja, mooi man. Ziek. De eerste pick die ik enchant. Super chill. Normaal hebben we altijd echt super veel moeite om een fortune pick te krijgen. Ja, man. Ik kreeg het 2 achter elkaar. Ja, niet normaal man. Dat is fucking baas. Heb je trouwens je spullen opgehaald toen ik je killde? Ja, nee, die had ik. Nee. Jawel. Nee, want ik had dit aan jou gegeven nog.
Hier, gast, deze had ik ook nog aan jou gegeven. Hier. Ja, dit was volgens mij allemaal random crap ook van Nick, ik weet niet, maar... Wacht even. Ja. Oké, okay, dan ben ik er. Yo, we're back. Het was even een kleine pauze. Maar ja, we waren dus eventjes aan het kijken. Hier zat al mijn stuff in, maar... Ja. Dat was dus onder andere ook de stuff waarmee ik dood was gegaan, dus... Wow, Nick die heeft veel lopen vissen, gek. Ja, klopt. Ik en die Nick... vindt die heeft meer dan een stik, gek. Ja, klopt, man. Ik en Nick die hebben echt kapot veel lopen vissen daar beneden. Trouwens, daar kunnen we ook eventjes... Oh, nee, daar beneden is het. Ja, wacht, kijk, ik zag deze chest. Wacht even. Oh, waar ben je nou? Oh, daar. Ja, kijk dan, man, hier. Protection 3, looting 2, ja, fortune 2. Ja, dit is insane. Deze chest is insane. Joh, dit boek. Fire Aspect, Fire Protection, Power, Knockback en Efficiency. Ja, klopt, maar je kan daar één kan je daarvan kiezen. Dus echt... Ja, dus je kan het op alles zetten, bedoel je? Ja, in principe wel. Dus bijvoorbeeld, stel je voor je wil op die Power 4, nou dan stop je die op een boog, weet je wel. Ja. Maar al die bogen en fishing rods heeft hij opgevist. Hoe baas is dat? Unbreaking 3, Power 2, of Power 4 zelfs. Jongens, echt één ding over Minecraft 1.7. Fishing is overpowered. Ik heb hier zo'n Unbreaking 2 rod. En ik kan daar gewoon mee een Lure 2, Luck of the Sea 2 fishing rod mee opvissen. Of ook gewoon coole bogen en zo. Ik heb deze flameboog, had ik geloof ik, opgevist. Wat is dus... beter? Luck of the Sea of Lure? Nou, in ieder geval Luck of the Sea krijg je volgens mij meer treasure of betere treasure. En lure is dat je vaker een vis vangt of vaker loot krijgt. Zodat er meer, dat je vaker bait hebt, moet ik zeggen. Ja. Maar dat hoeft dus niet betere spullen te zijn. Nee, lure niet. Maar ik neem ook even een hengeltje mee. Dan kunnen we misschien zo nog even vissen. Dit is nog niet heel speciaal. Ja, nou, in ieder geval een prima begin, zou ik zeggen. Ja, zeker. Waar gaan we nu naartoe? Naar jouw huis? Of? Is goed. Ik zal eventjes mijn omgeving dan ook even laten zien. Ja, cool. Maar ja, zoals ik al dus al zei, ik wil misschien naar Mesa Biome verhuizen. En van wat ik heb gehoord, is dat Mesa Biomes grenzen... Ja, kijk, dat is een beetje raar, maar het is wel realistisch soort van. Dat bepaalde biomes... Ja, die bij elkaar horen aan elkaar grenzen. Dus bijvoorbeeld... Ja. Woestijn en... Even kijken, waar moeten die en savanne. Ja, en savanne die grenzen bijvoorbeeld aan elkaar. En, ja, dat is heel vet. Plains en ik noem maar even wat. Zo'n forest of zo, ja, precies. Dus nou, in ieder geval, volgens mij kan je niet random zo'n mesa biome vinden tussen... tussen bijvoorbeeld zo'n forest of zo, maar ik weet niet zeker. Oh, kijk uit. Wat gebeurt er? Oh, tering. Oh, we worden van boven beschoten, man. Ik heb geen arrows. Een beetje balen. Oh, daar. Welke kant? Ja, gewoon rennen, denk ik. Ja, we moeten hier naartoe, dus. Hier is een soort trappetje. Oh, als ik dood ga, gek. Nee, beter niet. Ben je geraakt dan? Nee. Maar in ieder geval, ja, maar wat is zo'n Mesa Biome precies? Wat voor, is het veel bomen, of wat? Nee, je vindt er... Het is eigenlijk gewoon een biome soort van gemaakt van allemaal steent klei. Dus, wat? Ja, dat is overpowered, gek. Ja, het is echt heel baas. Je kan er gewoon klei vormen, dus echt ziek baas. Dus het bestaat voornamelijk uit normale hardened clay. Hier rechts om de hoek is portaal trouwens. Oh, nice. En dit portaal is trouwens een heel droge glitch. Hier, kijk, er is maar één blokje waar je in kan staan. Dat is echt super droog. Moet je kijken. Of is het niet voor jou? Ja, wel. Kijk, hier zo ga je niet door het portaal, maar precies als je erin staat wel. Dat is echt super mooi. Oh, dat is wel baas. Ja. Geweldig. Oh, gast, ik word gehit. Ik ook, even voor een seconde. Oh, je staat in een muur voor mij. Je bent een ghost. niet meer. Oké. Okay. Oh, dit is op mij. Ja, dit was mijn starterhuisje. Huh? Zit je nou onder mij? Ja. Oh, we hebben nu die portal glitch, man. Ik zie jou niet, je bent onzichtbaar voor mij. Oh, wacht, ik reload dan wel even snel. Ja, doe zomaar als je boven bent. Ja. Ja, het gaat zo weg als het goed is, hoor. Trouwens, ik heb ook een boot voor je meegenomen. Nice. Dan kunnen we, want je moet even een stukje varen over zee, voordat we daar uitkomen bij mijn plek. Maar dit was even een simpel start... Oh, trouwens, ik zie je weer. Heb je boot. Oh, nice. Maar was Thank even you. Dus een simpel starterhuisje, ja, gewoon voor mijnen en zo. En voor diamonds en weet ik wat allemaal. Maar het is niet heel... Oh, trouwens, we kunnen ook nog eventjes snel langs Span, daar komen we als het goed is nu ook langs. Nou, Span is... Skelly achter ons. Maar Span is niet zo speciaal, toch? Of nee, wel? Niet heel speciaal op zich, maar we kunnen wel een beetje... Ja, hier is... Oké, ik zal nog even een heel klein stukje over vertellen. Hier krijgen we dus... Redstone blocks?
Ja, vond ik het droog voor de decoratie of zo. Nou, dit is ons spaneiland. Hier span je op. De bedoeling is dat we ja, vanuit hier ook gewoon ja, een mooie span gaan bouwen met z'n allen. En nou ja, dat we een nether hub gaan maken en zo. Om mensen, ja, om elkaar met elkaar te linken, laat maar zeggen, de nether portals. Maar ja, in ieder geval, verder rest kan ik niet zoveel over de span zeggen. We gaan nu gewoon gelijk door naar mijn plek. Die is een klein stukje die kant op. Het is niet heel ver, dus ik kan jullie nog even op camera meenemen, denk ik. Wat, ben je over de zee gegaan? Ja, een stukje over de zee, ja. Hier, kijk, hier krijg je zieke Extreme Hills. Alleen, ik vind Extreme Hills super baas, alleen... Oh, what the hell, man. What the fuck? Wat is er gebeurd? Mijn boot is kapot. Hoe dan? Huh? Nou, blijkbaar. Tegen squid? Nee, gast. Als je je fishing rod uitgooit en dan gewoon door blijft gaan, dan knapt blijkbaar je boot. We gaan daarvoor vissen. Ja, dat probeerde ik dus ook met jou, maar ik miste. Oh, dat is mooi. Okay, oh, maar hier ga je dus niet meer bouwen, toch? Ja, ik zit een beetje te twijfelen of ik hier ga bouwen of niet. Want het is op zich wel een gave plek. Alleen, zoals ik al zei, het is ook leuk om in een nieuwe biome te gaan bouwen. En ja, in principe is dit deels een nieuwe biome. Want je ziet, volgens mij zit... dit is nog Extreme Hills. Maar met allemaal steen en zo. En weet ik veel wat allemaal. Ja, gravel, ook, onder andere. Ja, ja, ook sneeuw op de hogere bergtoppen. Dat is ook nieuw. Ja, gewoon sneeuw. Dat het hier kan sneeuwen in Extreme Hills. Ik weet niet of ik daar blij mee ben. Echt niet. Met wat? Met die sneeuw. Ja, nou, het is wel een stukje... Oh, crap. Het is wel een stukje realistischer geworden, soort van. Maar... Ja, maar of ik er blij mee moet zijn, dat weet ik niet, hoor. Ja, ik weet het ook niet, eigenlijk. Zo, jongen, je hebt wel één diamond. Ja, toch wel één diamond. Ja, ik had er... ik had er vijf. Daar heb ik een zwaard en een pickaxe van gemaakt. En toen had ik er nog maar één over. Nee, sterker nog, sorry, ik had er zes. Laat maar. Oh, maar dat zwaard en pickers ben je kwijtgeraakt? Ja, die ben ik kwijtgeraakt. Oh, dat is rot. Zo, ja. Ik heb nu al maar één diamond. En ik had dit boek opgevist. Bane of Octopods 4. Projectile Protection 4 en Power 3. Niet heel prima. Ja, kan beter, laat ik het zo zeggen. Maar ja, in ieder geval, hier wilde ik dus eerst gaan vestigen op de server. Alleen, nou, zoals ik al zei, ik ben er nog niet zeker van of ik dat hier ga doen. Maar op zich, moet ik zeggen dat het er nog niet eens zo heel slecht hier uitziet. Ja, nou, het is een beetje bedenken wat je hier zou kunnen bouwen, weet je? Ja, ja, dat niet alleen. Alleen, ik weet niet of ik zo blij ben met gewoon de pure steen look. Ik vond eigenlijk het gras mooier op Extreme Hills, maar ik weet niet hoe jij daar tegenover staat. Nou, maar die heb je ook nog wel, toch? Of hebben ze die helemaal weggehaald? Nou, kijk, zoals je daar ziet, daar heb je bijvoorbeeld een stuk gewoon met gras eroverheen. Alleen dan is het hier ineens random met, ja, gewoon puur steen. En ik ben daar niet zo'n hele grote fan van, eigenlijk. Ik vind het steen op zich wel leuk. Ik bedoel, dat laat nou meer zien dat het bergen is. Alleen, kijk, dit stuk hier, dat is echt puur steen, weet je? Ja. Dat ziet er inderdaad. Maar kijk, zoals hier achter ons, dat vind ik nog wel gemixt op zich, weet je? Ja, dat is nog wel te doen. Is best oké, inderdaad. Maar echt alleen steen, nee, inderdaad, dat hebben ze... Nou ja, weet je, ze moeten toch iets. Daaf? Yo. Oh, oké, what the hell? Nou, ik weet niet, ik had ook even lagspike op de server. Oh, hey, oké. Maar heb je die Mesa biome gevonden, of... Nou, ik kan hem je wel even laten zien. Ja, doe maar, denk ik. Is het ver weg, of? Nou, het is niet op de server, dus even kijken. Hoe ga ik jou dan in de andere wereld krijgen? Ja, je kan moeilijk even... Ja, zit David er nog? Ja. Oh nee, David is weg trouwens. Ja. Dan kan ik die wereld daar even inzetten, hè? Ja, in principe als je even snel bent. Ja, is goed. Oké, dan doe ik dat even, ja? Jo, tuurlijk. Alright, we zijn nu even een creative wereld. En ik spawn hier zo... Niet. Jawel. Jawel, dat is creative wereld. Wacht. Game mode, wat is het? 1? Ja, game mode, yeah. 1, ja. En ja, je ziet hier al eigenlijk meteen de Mesa biome. Die wilde ik nog eventjes aan jullie laten zien. De spawn was geloof ik hier. En je spawnt naast een roofed forest. Best cool op zich. Gek. Geloof ik plains. En nou ja, hier is er de Mesa biome. Nee, want dit is te overpowered. Dit is echt ziek. Dit is kicken toch, of niet? Gast, ik dacht dat het één soort klei was, maar... Nee, gewoon meerdere soorten, man. Je dat is ziek vet. En kijk, hier heb je dat 2, red sand. 3, hier heb je 4. Red sand. Ja, ik zag het. Dit is echt te vet gewoon. Ik zit echt... Ja, sowieso trouwens. Ik moet echt sowieso een Mesa biome gaan bouwen, hè. Gast, je hebt 5 à 6 verschillende soorten klei.
Ja, dat is toch vet, man? Dat is niet normaal. En oneindig, eigenlijk. Ja, min of meer oneindig, ja. Gewoon, ik vraag me af eigenlijk, hè. Wacht, zo eventjes een test doen en even een gat graven en kijken... Ja, even kijken hoe diep het gaat. Ja, wat er... Oh, ja, oké, okay, oh. Er komt steen, oké. Okay. Ja, maar gast, hoeveel lagen is dit? Even kijken, dit nou, is 1, 60 2, tot 3, en met... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Zo, minstens 20 lagen met dit. Ja, negen, inderdaad. Ik heb hier, dit vanaf hier is 15. Ja, dat is kicken, man. Het is echt 15, vette bio, man. 15 lagen klei. Je moet je voorstellen dat je hier zo boven op de berg gaat bouwen. Dat is niet slecht, zou ik zeggen. Ja, ja, het heeft iets... het heeft, weet je, met het rood erdoor en zo. Ja. Het heeft iets... Goh, hoe moet ik dat zeggen? Iets fantasierijk, weet je? Ja, klopt. Met al die kleuren. Een soort fantasyland, ja, mooi. Ja, 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 een soort candyland, alleen ja. Dan zonder snoep. Ja, ja, dat is mooi. Ik zou zeggen, om het even af te sluiten, zullen we nog eventjes kijken of we iets leuks kunnen vangen met vissen? Oh ja, beter. Oké, nou, gaan we eventjes terug naar de Minecraft server. Ja, gaan we op de server? Ja, is goed. Ja, is goed. Alright, zitten in ons vissershuisje, als de echte vissersguys. Echt prachtig is hij wel. Ja, is mooi dit hoor. Oh, dit is echt geweldig man. Oké, en kijken of we even wat kunnen vangen nog. Oké, ik ben sowieso de eerste die iets krijgt. Dat lijkt me... Ik had hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Het was toch maar een simpele vis, oh. Ja, ja. Dat is wel vet hoor, die bubbels, weet je, die op je hengel afkomen, op je dobber. Mm-hmm. Dat is echt chic vet. Ja, is handig gemaakt man, nu zie je tenminste wanneer je echt bait hebt, laat maar zeggen. Ja, ook als wel een beetje random dat namelijk ook boeken dat veroorzaken, maar... Ja, inderdaad, dat... Wat kreeg je nou, een bol? Wil je hem hebben? Hier. Wat kreeg je? Ja. Je kreeg serieus een bol? Ja. Nee joh. Dat is waarschijnlijk een van de junk items of zo. Ja, wat kan je allemaal krijgen? Ja, je kan best veel krijgen eigenlijk. Als treasure, nou ja, bijvoorbeeld Enchanted Fishing Rods, Enchanted Books. Ja. Volgens mij rekenen ze ook lily pads bij treasure op de een of andere manier. Terwijl ik dat eigenlijk als junk zou rekenen. Oh, wacht, er komt weer een. Woep! junk kan je leather boots, eigenlijk van alles. Dus als je net zag die bol. Ja, ja. Rotten Flesh kan je krijgen, geloof ik zelfs. Oh, je had bait. Je hebt bait. Nice. Leather! Leather! Yay! Oh, dat is wel echt mooi hoor, dit. Zonsondergang bijna. Nee. Dat gaat mooi worden. Ik ga zo weer proberen om op de surf te komen, zegt Nick. Oké, is goed. Ik wens hem succes. Ja, ik... Oh, wat? Oh? Huh? Oh. Miss hit? Ah. Oké, we laten... Misgun? Ja, blijkbaar. Laten we proberen nog eentje te vangen. En ik zou zeggen dat het dan wel episode joh, is. Ja, dat is mooi. Even als die even... Wacht, ik ga even die kant op. Zo, daar. Ja. Oh, dat is mooi. Oh, geweldig dit, man. Serieus geweldig dit. Ja. Het is gewoon genieten, hè? Het is dat is mooi. Oh jongen, als je deze footage terugziet, je gaat echt helemaal lachen gewoon. Ik heb nu echt een droge view van ons achter, van aan de achterkant. Oh, je zit met wat F3. Oh, got him! Oh, is mooi dit. Oh. Wat heb ik wat? Weet ik niet. Oh, ik heb boots. Waren die van jou? Ja toch? Nee, niet van mij. Oh. Wacht, trouwens, jij hebt al mijn vis gestolen. Ik gevangen heb, ja, boeien. Nee, ik geef je zo wel vis. Ik heb 2 vissen. Leather en leather boots. Ja, baas. Nou, ik zou in ieder geval zeggen, jongens. Dit is eigenlijk wel het einde van de episode, denk ik. Van episode 1. Oh, pufferfish. Episode 1. Wil je die toevallig eten, pufferfish? Wat zei je? Wil je deze toevallig eten? Wat doet het? Ja, je hebt mij er vorige keer mee genaaid. Oh jongens, eet geen pufferfish, is aan te raden. Nee jongens, pufferfish die healen je met wel 5 hartjes. Ja, het is hartstikke lekker en gezond. En ze geven je regen. Ja. Later! Hey jongens, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende episode jongens. Later. Later jongens.